allemaal bij de presentatie van de jongere onderzoeksgroep. Hier zijn Robert, Jelte, Eugenie, Jael, Loes, Isabella, Jan, Afke, Lila en Roos. Vooroordelen, zijn dat? Het is het soort van het beeld wat je van iemand hebt voordat je diegene echt kent of de groep mensen of er iets van weet. En is dat ook een thema waar jullie dan wel mee bezig zijn en waar jullie het wel over hebben wat jullie belangrijk vinden? Of? Ja, het is wel erg belangrijk, want het gaat iedereen wel aan. Eigenlijk iedereen heeft wel vooroordelen, maar vaak willen mensen dat niet toegeven. Er zijn nog veel meer kinderen en jongeren die heel graag wilden meepraten. Dus kom naar voren, kom er gezellig bij zitten. De kinderen en jongeren van Yes Rijnland, Studio Mojo, Stichting Jeugd en Jongerenwerk, King for a Day. Oké, applaus voor alle kinderen en jongeren. Jullie hebben onderzoek gedaan in verschillende, vier verschillende onder... Jan, vertel jij het even anders. Welke was jouw onderdeel? Ik was leeftijd, groepje vooroordelen bij verschillende leeftijden, wat verschillen daartussen zijn. We hebben onderzoek gedaan naar gender, dus verschillen tussen meisjes en jongens. Ik heb onderzoek gedaan over etniciteit. Als mensen een andere achtergrond hebben of huidskleur, dat ze dan anders behandeld worden. En jij? Ik heb onderzoek gedaan naar vooroordelen over schoolniveaus. Over schoolniveaus en hoe dan? Nou, bijvoorbeeld als mensen die misschien niet zo hard aan het werk zijn, zijn gelijk dom. Maar mensen die heel hard aan het werk zijn, gelijk weer heel erg slim. Hebben jullie daar zelf ervaring mee? Met schoolniveau? Bij mij op school, dan is er zo'n lerares en die zegt dan... ik zit zelf op het VWO en dan zegt ze... Nou, ik had net een MAVO-klas en zelfs die waren stiller. Zo van... alsof MAVO nooit stiller kan zijn dan VWO. Ik word eigenlijk de hele tijd hoger ingeschat dan ik ben, maar als ik... Komt door de bril, dames en heren, komt door de bril. Ga even staan. Maar als ik met mijn vriend dan eigenlijk kattenkwaad uithaal, dan word ik gelijk weer lager ingeschat. Oké. En wat voor kattenkwaad doen jullie dan? Dat wil ik liever niet vertellen. Daar gaan we het niet over hebben. Dat is een onverwachte vraag. Ik zie de kinderombudsvrouw zie ik heel erg knikken. Mag ik ook eventjes bij u, bij u langskomen? Of komt u even naar mij? Gaan we even hier op het randje. Dan kan iedereen u goed zien. Merkt u dat ook? Ja, maar ik herken het ook wel uit mijn eigen tijd. Ja? Ja, ik zat op het VWO en wij hadden het idee dat de leerlingen van de HAVO veel leuker waren. Wat vindt u ervan dat deze jongeren zo dit onderzoek doen? Ja, ik vind het prachtig. Ik dacht net al van, zouden ze ook voor de kinderombudsvrouw onderzoek kunnen doen? Maar dat werkt misschien helemaal niet zo, maar dat is het eerste wat ik dacht. Daar gaan we het zo na afloop even over hebben. Ja. Grote dank, applaus voor de kinderombudsvrouw! Dit is de gendergroep. Hallo gendergroep. Wat hebben jullie precies onderzocht eigenlijk? Of mensen vooroordelen hebben over vrouwen en mannen. We hebben ook een foto van een jongen en een meisje laten zien en daar 7 vragen over gesteld. Toen moesten de mensen zelf opschrijven of de vraag voor de sloeg op de jongen of op het meisje. We hadden een vraag, wie is het slimst? 1 iemand heeft gekozen voor de jongen, de rest heeft allemaal aangekruist dat het meisje het slimst was. Nou, daar heb je wel vooroordelen hoor, als dat allemaal... Zijn er nog meer? Ja, vraag. Hoe worden deze vooroordelen gevormd? Bijvoorbeeld in tekenfilms of zo, dat er dan, of in oude films, dat de vrouw dan thuis blijft en voor de kinderen zorgt terwijl de man naar werk gaat. En zulke dingen, dat het je dan die ideeën oppikt. Hebben er nog andere mensen ideeën over? Ja, Loes? Wacht. Dat in zo'n Bart Smit folder, dat stond dan zeg maar bij alle huishoudspulletjes, stond dan zo... En dan stonden allemaal van die meisjes met huishoudspulletjes voor speelgoed. En dan stonden ze bij, wil je later net zoals mama worden, zeg maar. En dat is ook super seksistisch. Oeh, ja. Nee, het is echt waar. Het is, zo voeden wij onze kinderen op, dames en heren. En nog meer? Willen nog meer mensen hebben? Hoe komt het eigenlijk dat wij dit soort vooroordelen hebben? Jelte. Alle vooroordelen zijn ongeveer gebaseerd op een klein beetje waarheid. Maar dan moet je niet denken dat het altijd zo is. Want als je het over algemeen bekijkt, dan doen vrouwen ja inderdaad meer huishoudwerk dan mannen. Maar dat betekent helemaal niet dat mannen dat niet doen of zo. Dus dat is het hele idee. Wat hebben jullie onderzocht? We hebben onderzocht of bepaalde meningen over een bepaald persoon verschillen als het duidelijk is dat iemand van een bepaalde etniciteit of in ieder geval lijkt van een andere etniciteit te komen dan
bijvoorbeeld Nederlands of wel Nederlands. Dat kan ook een invloed zijn natuurlijk. En wat waren daar jullie uitkomsten in en van en... Nou, over het meisje met en zonder hoofddoek. Want mensen vinden blijkbaar dat als je een hoofddoek hebt, dat je minder slim bent dan als je zonder hoofddoek bent. Dat je dan slimmer bent, blijkbaar. Dus dat vond ik ook wel apart. Voor wie is dit herkenbaar hier in de groep? Ja, want je komt het eigenlijk elke dag wel eens tegen. Want ook terwijl je op het internet of aan de media zit te kijken of op straat tegen iemand aanloopt en iemand zegt, heb je weer een Marokkaan? Ja, maar dat is gewoon mensen... Die vinden een bepaalde groep fout. En dat mag ook. Maar je moet niet alle mensen van die groep gelijk beoordelen. Zodat ze weten dat je ze kent. Ja, soms lach ik het ook wel weg. Maar soms is het gewoon te hard. Ja. Mijn moeder draagt een hoofddoekje. Ik ben van Marokkaanse afkomst. Dat hebben de meeste mensen pas door op het moment dat ik mijn naam vertel, zeg maar. Ik ben 100% Marokkaans. Maar, jouw naam is? Fatima. Okay. En als ik bijvoorbeeld met mijn moeder nieuwe mensen ontmoet die ik al kende. En mijn moeder ontmoet ze zeg maar pas. En dan krijg ik heel vaak te horen, wauw, wat praat je moeder goed Nederlands. En dat is iets waar ik eigenlijk best wel een beetje gek van word om dat telkens te horen. Want het klinkt inderdaad als een compliment. Je moeder draagt een hoofddoek en ze praat goed Nederlands. Maar dat is eigenlijk het uitspreken van je vooroordeel. Want je zegt, ik had eigenlijk verwacht dat jouw moeder helemaal geen goed Nederlands praat. Omdat zij een hoofddoek draagt. Maar ik ben verbaasd omdat zij dat wel doet. En dat is hetzelfde als ik mensen vertel dat ik in 4 VWO zit. Oh, maar je bent Marokkaans. Ja, ik ben Marokkaans en ja, ik zit in 4 VWO. Het gaat hartstikke goed op school. Ik hou goede cijfers. What's the matter? En dat is best wel irritant. En ik snap dat het klinkt als een compliment, maar het is gewoon geen compliment. Het is eigenlijk een beetje het indirect uitspreken van je vooroordeel. En dat is een beetje jammer. Wat kunnen we daarmee met z'n allen zo bij elkaar? Of wat moeten we daarmee? Of wat zullen we daarmee? Wie wil daar wat over zeggen? Vertel. Nou, als je dit ziet, als iemand over straat loopt en je ziet gewoon dat dit het geval is, dan kun je misschien helpen. Hoe dan? Gewoon daar naartoe en zeggen, wat is je probleem? Wat is je probleem? Ja, ook zo? Wat is je probleem? Dan iets schreeuwen. Maar dan iets schreeuwen. Ja, hoe dan? Wat is het probleem? Kijk. Op een van de dagen kwam ik op tv en op Facebook had ze nare reacties over me geplaatst. En dat het minder grapjes waren. Diegene zei dat ik moslim was, maar ik ben het ook. Maar als ik dat... Ik heet een Mohammed, maar je kan ook gewoon als ze christelijk zijn een Mohammed heten. Hoe kunnen ze dan... Dat is een van die voordelen. Wat denk jij daar? Wat hebben jullie dan advies voor... De grote mensen, wat moeten we daarmee met z'n allen? Een wet ervoor maken. En wat voor wet dan? Geen voordelen voor mensen. En dat je anders een boete krijgt, want dan doen mensen het ook meestal niet meer. Wat ik heb geleerd is dat je mag vooroordelen hebben, maar je moet bewust zijn dat je ze hebt en je moet er niet direct een conclusie aan vastmaken. Ik vind dat er best wel veel gedaan mag worden aan het stoppen van het stimuleren van vooroordelen vormen. En dat kan gewoon door iets heel simpels zoals dat je niet alles mag plaatsen op Facebook, ondanks dat het meningsuiting is. Het doet mensen gewoon pijn. Wat denkt u dan als u dit zo hoort, wethouder van onderwijs? Wat ik wel mooi vind is dat, volgens mij zei Floor dat, het gaat er niet zozeer om, moeten we nou wel of geen vooroordelen hebben, want wij zijn mensen en we hebben die kwaliteit dat we vooroordelen hebben. Maar wat doe je daar vervolgens mee? En dan hoor ik ook wel antwoorden bij een aantal van jullie. Want waar zit vaak de oplossing in? Je oordeel nog wat uitstellen. En dus contact maken, vragen stellen. Begrijpen waarom die ander dat oordeel heeft, hoe dat gevormd is. En ik denk dat als het, dat zou ook de waarde van dit soort onderzoek moeten zijn, van dat je je bewust wordt dat ze er zijn. En vervolgens dat je voor jezelf afvraagt, hoe ga ik daar dan mee om? Maar het is dus mooi dat Stichting Utopia dit organiseert. Want het zijn manieren om, als we dan jongerenbeleid maken, dat we dat ook daadwerkelijk ook voor de jongeren
ook goed doen in plaats van dat we wel denken dat we het weten. Ja. Groot applaus, grote dank. Ja. Mooi, mooi, mooi. Hey meiden, wat voor onderzoek hebben jullie gedaan? En man natuurlijk. Wij hebben onderzoek gedaan naar vanaf wanneer je vooroordelen ontstaan en of het toeneemt. En of andere mensen het juist weer minder hebben omdat ze oud zijn. En ja, hoe dat loopt, zeg maar, in je leven. Dus hebben kinderen meer of minder vooroordelen dan grote mensen? Ja, dat de vooroordelen er echt al heel jong zijn. Maar dat ze naarmate je ouder wordt wel telkens meer worden. Wat is al deze onderzoeken bij elkaar tellende, jullie boodschap? Vooroordelen hebben we allemaal. En dat begint allemaal bij jezelf. Want ja, iedereen heeft het. En het eerste wat je daar zeg maar aan kan doen is je bewust worden dat je die hebt. Vooroordelen zijn niet slecht. Het is niet dat het heel erg is als je vooroordeel hebt over iemand. Maar je moet het wel bewust van worden, zoals Luz al zei. En het misschien veranderen als het wel slecht uitkomt voor iemand. Maar niet, lang niet alle vooroordelen zijn slecht. Ik wil zeg maar een advies meegeven dat je niet naar iemands uiterlijk of afkomst moet kijken. Maar kijk naar wat zit er achter die persoon. Ja. En zo kan je ook vooroordelen voorkomen. Zullen we nog even een officieel momentje doen? Jullie wilden geen officieel rapport maken, toch? Nee, dat is saai. Nee, we dachten het is leuk om het aan een ballon te doen. USB-stick aan een ballon, jongens, het is 2017. Hopsakees. Kortom. Beste kinderombudsvrouw, beste wethouder, mag ik jullie verzoeken op het podium te komen? Wil je er nog iets bij zeggen? Alsjeblieft. Heel erg dank dat jullie hier waren voor deze officiële uitreiking. En het allergrootste applaus voor de jongerenonderzoeksgroep.